Rustig maar, tijger. De deur is zo weer open. Er is hulp onderweg. Ah, geen paniek, Mark. Ik kan die sleutels zo opvissen. In welk putje zijn ze gevallen? Oh, in die put daar. Ah, dat is echt een klusje voor mijn magneet. Nu hoef ik alleen maar de magneet te laten zakken bovenop de sleutels. En ze zitten vast. Ah! Oh, oh, oh. Heel goed, brandweerman Jaap. Hallo, Mark. Ik hoorde dat je je sleutels hebt laten vallen. Is al opgelost. Brandweerman Jaap heeft ze gepakt voor me. Zo, brandweerman Jaap. Dat heb jij goed gedaan. Dank je, Sam. Ik wil later een echte brandweerman worden, net als jij. Dat gaat jou vast lukken. En ik vond de sleutels van Mark en toen noemde Sam mij brandweerman Jaap. Alsof ik een echte brandweerman was. Wauw, echt? Ja, dus ik let extra op voor het geval ik bij een volgende ramp weer kan meehelpen. Zo, en klaar. Nu zijn alle brandkranen weer voor een jaar gecontroleerd. Staal voor Jupiter! Crispijn, ben je daar? Oh, dat is de radio weer. Hallo? 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 Brandweercommandant Staal, bent u daar? Hij hoort me, geloof ik niet. Jawel, Elvis, maar je moet de knop ingedrukt houden als je praat en loslaat als je klaar bent. Oh, dat is waar ook. In de Hobbelstraat. Ik herhaal, Norbert Buck zit vast in een boom in de Hobbelstraat. Oh, hoorde je dat? Ik kan Norbert vast wel redden. Ik weet het niet. Het klinkt wel gevaarlijk, Jaap. Ha, niet voor brandweerman Jaap. Ik moet alleen de ladder van thuis ophalen. Norbert en Mandy in de problemen? Oh. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Bus van Mark. Goed gedaan, radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Oh, alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brandbocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. Oh!
Oh, pas op! Oh. Is alles in orde met iedereen? Ja, ik denk van wel. Dat was nou echt cool, zeg. Net als op tv. Kunnen we nu weer verder, Klaas? Het spijt me, diebertje. We zitten vast. Vast? Oh, wat zei die? Vast? Echt waar? Ja, ik moest uitwijken voor een of ander dier. En hier is het nogal moerassig. Oh, we zijn gepureerd. Rustig, diebertje. Ik bel om hulp. Oh, ik heb geen bereik. Dus krijgen we dan geen hulp? Oh, wat moeten we nou toch doen? Het dier dat Klaas bijna raakte, kan wel het wilde beest zijn geweest. Dat is niet grappig, Norbert. Rustig maar, Jaap. Iemand zal ons vast snel gaan missen. Dus daarom hebben we het niet direct over een noodgeval, Brenda. Het spijt me, Sam. Ik wou dat tijger er niet steeds vandoor ging. Het is heel normaal dat katten er een paar dagen op uittrekken. Hij kan overal zijn. Buiten. Helemaal alleen. Goed. Ik zal extra naar hem uitkijken. Hij komt vast wel terug voor het eten. Ja. Ja, je hebt gelijk, Sam. Over eten gesproken. Ik zet dat van de tweeling klaar. Ze kunnen ieder moment terugkomen van hun schoolreis. Oh, dit gaat niet goed. Straks is de accu leeg als ik zo doorga. Ik wil naar huis. En als er niemand komt? Nooit meer? Wat moeten we dan eten? Oh, en er is ook helemaal geen winkel in de buurt. Dan zit er maar één ding op. Ik moet ergens alarm slaan voordat het donker wordt. Maar Klaas, je kunt niet alleen naar buiten gaan. Wat als je nou verdwaalt? En wat als het wilde beestje grijpt? Wauw. In mijn kampeertrainingsboek staat: verlaat nooit het gestrande voertuig. Blijf bij elkaar en wacht op hulp. Het kan nog uren duren voordat iemand ons vindt. En ik heb zo'n honger. Geen tijger? En ook geen Jaap en Sarah? Waar is iedereen? Jo, oh, het gewone vogel. Oh, hallo. Hallo. Wie is daar? Oh, stel je nou toch niet zo aan, Klaas. Ik zit vast. Ik zit vast in het moeras. Help! Kalm, Klaas. Je hebt geen hoogtevrees. Je kunt het best, hoor. Stel ze nou niet teleur. Eerst de veiligheidsriem. Oké, daar ga ik. 1, 2, 3. Ik ren wel naar de bergreddingspost. Ik ga Tom halen. Hij moet brandweerman Sam bellen. Hou je vast, Klaas. Ik ga hulp halen. Tom! Tom! Oh, nee. Ik moet proberen hulp te zoeken. Hallo? Hallo? Brandweerman Sam! Wie is daar? Norbert Puk? Wat voer je nou weer uit? Klaas is in nood. Bij de bergreddingspost. Wat? Is Klaas in nood? Oké, we zijn onderweg. Ik hou het niet zo lang meer vol. Brandweerman Sam is onderweg. Oké, Klaas. Laat maar los, dan vangen wij je op. Ja! Dat was gaaf, zeg.
Is alles goed, Klaas? Ja, ik geloof het wel. Wauw, een driedubbele saldo. Hoe gaaf is dat? Was Klaas niet geweldig? Wat vind jij, Norbert? Het spijt me dat ik je niet vertrouwde, hoor, Klaas. Ik wou zo graag de leider zijn. Op een dag zul je dat ook zijn, Norbert. Weet je, volgens mij ben jij onze beste leider ooit. Op San Na dan. Zoiets kun je over jezelf toch niet zeggen. Oh, jullie zijn je lunch vergeten. En, hebben jullie het leuk gehad? Klaas was heel erg dapper, mam. Je had hem moeten zien daar boven aan de kabelbaan. Oh, jammer dat ik alles heb gemist. Doe het nog eens, Klaas. Ik zie je zo graag in actie. Hoor je dat, Elvis? Een walvislied. Ergens op zee roept een walvis naar zijn vrienden. Ik ken een walvislied, Sam. Ik flip mijn staart en ik flap mijn vin. Flipperende flap is het begin. Ik doe de bultrug boogie en... morgen, baas. Bultrug boogie, wel ja. Kom, kom. Geef acht. U ziet er goed uit, commandant. En met reden, Sam. Vandaag laten wij een officiële groepsfoto maken. Dus we moeten er allemaal piekfijn uitzien. Dat geldt dus ook voor jou, Crispijn. U kunt op me rekenen, baas. Hey, en dan weer eentje. Dat zijn dus drie krabben, twee vissen en een frubbeldingetje. Oh, niks. Tijd voor een ander stuk strand. Wat heb ik je gezegd, Mandy? Norbert wordt de winnaar. Hij heeft gewoon geluk. Hey, yes! Een zeester en een krab. Wie wordt er nu de winnaar? Een walvis! Iets naar het midden, Elvis. Ja. Oh, een beetje zakken, Sam. Huh? Oh, sorry allemaal. Ik ben vergeten er een filmpje in te doen. Niet weggaan. Ik ben zo terug. Zit er op, Klaas. Hallo. Wat doe jij hier? Je zit vast, nietwaar? Is dat jouw moeder die daar roept? Geen zorgen, ik help je. De viswedstrijd moet maar even wachten. Ik heb hulp nodig, Norbert. Hier ligt een walvis. Ja hoor, en ik heb een zeemeermin gevangen. Geef me toe, Mandy. Ik ben de winnaar hier. Oh, waarom zo'n haast, Mandy? Oh. Ik vond een walvis op het strand. Wat? Ligt die echt op het strand? Ja! Hij is vast aangespoeld door de vloed. We moeten hem nat houden en terug in het water zien te krijgen. Maar hij is gigantisch! Dan hebben we veel hulp nodig. Ik bel brandweerman Sam. Oh, nee! Neef van Norbert Puk is verdwaald in de bergen. Ah, die cake zal nog even moeten wachten. Neefje van Norbert Puk is verdwaald in de bergen. Norbert weet waarschijnlijk waar hij is. Dus ga langs de supermarkt van Diewertje en neem hem mee, Sam. Volgens mijn kaart zou Dirk hier ergens moeten zijn. Dus hier moet hij ergens zijn. Zet de sirene maar af, dan kunnen we hem eventueel horen roepen. Help! 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 Oh, luister, ik geloof dat ik hem hoor roepen. Help!
morgen, Dirk. Brandweerman Sam zal je komen redden. Dat plateau is niet stevig. Hij moet er zo snel mogelijk vanaf. Het gaat weer om samenwerking, net als bij de sleutel van Elvis. Alleen ben ik nu de haak. Goed, Elvis, jij bedient de lier. En Jenny, jij geeft hem aanwijzingen. Oké, brandweerman Sam. Oké, langzaam, Elvis. Hij is er bijna. En stop. Perfect. Zo, hou me maar goed vast, Dirk. Dan zijn we zo weer boven. Oh, dank u. Hij heeft hem, Elvis. Takken maar omhoog. Rustig aan. Daar zijn we. Gezond en wel. Norbert, moet jij Dirk niet nog wat vertellen? Sorry, Dirk. Die bloemen heb ik gewoon verzonnen en die routebeschrijving ook. Ik wou alleen dat ik mama's lieve schattenbout weer zou zijn en niet jij. Het is oké, ik begrijp het. Het was eigenlijk best wel grappig. Vergeef je me? Cool, jij hebt een handschokker. Kom op. Na 200 meter linksaf. Volgens mijn kaart moeten we hier naar rechts. Met alle respect, commandant Staal, maar via de satelliet hoor ik precies welke richting ik op moet rijden. Ja, maar ik zit achter in de bus en ik zeg je dat het fout is. En jongens toch, laten we het nou gezellig houden. Diebertje heeft gelijk. Zet eens muziek op, Klaas. Oh, okido. Een grandioos idee, een ouderwetse meezinger. Doe maar allemaal lekker mee. Over de berg door dalen, onder hemelsblauw. In het gouden korenveld, het land waar ik van hou. Kom op, waarom zijn jullie zo stil? Meezingen? Wij willen liever de radio aan. Ja, nou echte muziek luisteren. Echte muziek? Het is wel mijn bus. Dus als de passagiers de radio aan willen... Gaaf! Cool! Oh, rotherrie. Kom op, kom op. Er zal toch wel ergens een noodgeval zijn. Dit is vast de stilste dag in de geschiedenis van Piekenpolder. Geen brand en er zit geen kat in een boom. Geen Norbert Puk. Oh ja, dat is het dus. Niet elke dag is er één vol gevaren en spanning, Elvis. Een brandweerman moet op alles zijn voorbereid. Ook op een dag waarop niks gebeurt. Je hebt gelijk, Sam. Maar als er wat gebeurt, dan ben ik klaar voor actie. We zijn bijna bij het strand, hoor. Hoera! Na 300 meter linksaf. Nee. Dat is absoluut onzin. Volgens mijn kaart moeten we hier naar rechts. Oeh, daar gaan we weer. Brandweercommandant Staal. Ik zit al 20 jaar op de bus. Nou, en ik zat al op de brandweerwagen toen jij nog in de wieg lag. Naar rechts. Links. Rechts. Links. Nou, alsjeblieft, maak een keuze. We gaan linksaf. Het is mijn bus, mijn navigatiesysteem en mijn beslissing. Rechtsdoor. Bestemming bereikt. Fijne dag verder. En maar dit klopt niet. Oh nee. Oh, we zitten vast. Oh, ik voel me zo misselijk. Ik zou het vervelend vinden om spelbreker te zijn, maar volgens mijn getijdenkaart kan de vloed elk moment opkomen. Oh, kijk nou, Bob. Jij met je speeltjes. Goed. Oké. En waar moet ik dit nu in stoppen? De taart! Het is de oven, Sam. Hij staat in brand. Geen paniek, Mark. Wij regelen het. Het is een elektrische oven, Elvis. Schakel eerst de stroom uit. Die zit daar. Oké, Sam. Gedaan, Sam.
Nou, ik denk dat de taart nu wel uit de oven kan, Elvis. Oh, nee. Mama's taart. Mijn keuken. Je mag nooit weglopen als een oven aanstaat. Maar ik heb de tijd toch ingesteld? Die was dan duidelijk te lang. Oh, sorry. Het is ook mijn schuld, Sam. Ik had moeten controleren of hij goed was ingesteld. Oh, maar wat moet ik nu met het verrassingsfeestje voor Mam? Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik was gemeen tegen Mandy en Sarah. Ik wou namelijk dat alles helemaal perfect zou zijn. Kijk, er is nog tijd genoeg. Als wij je mogen helpen. Wij kunnen ook wel helpen, Mandy. Als je maar niet gaat vitten, Norbert. Nee, dat beloof ik. Weet je zeker dat alles in orde is, Jaap? Je gedraagt je wel heel erg vreemd vandaag. Er is niks aan de hand, mevrouw Puck. Het is mijn Norbert, hè? Zit hij weer in de problemen? Oh, nee. Er is iets aan de hand en ik ga uitzoeken wat het is. Oh, nee. Nee, mevrouw Puck, kom terug. U kunt de komkommers toch niet alleen laten? Van harte gefeliciteerd, mam. Oh, Norbert. Je bent het niet vergeten. Heb je dit allemaal in je eentje geregeld? Nou, iedereen heeft een beetje geholpen. Maar ik heb het meeste gedaan. Oh, mijn schattenboutje toch. Oh, mam. En dan nu... En dan nu brandweerman Elvis met radar. Opschieten, kom. Radar gaat daar zijn kunstjes doen. Ga je ook mee, Norbert? Ach, waarom? We mogen alleen maar van achter die touwen kijken. Heb je zin om echt iets heel spannends te doen? Ja. Kom maar mee. Mogen we hier wel komen? Ja, natuurlijk. Het is toch een open dag? Normaal staat Jupiter op de draaischijf, maar Venus kan ook. Kan ook wat? Dit. Dit vind ik veel leuker. Oh, je mag Venus niet verkeerd om laten staan, Norbert. Ergens op de kazerne heb ik een laars verstopt. Zo één als deze. Radar hier gaat hem proberen te vinden met zijn zeer gevoelige neus. Zet hem op, jongen. Daar is hij, dames en heren. De trots van Piekenbolder en Elvis. Kom nou, Jaap. Maar zo krijgen we problemen. Met wie? Iedereen staat buiten naar radar te kijken. Wee! Au! Wee! Goed zo, radar. Hij heeft de laars! Ho, ho! Hij heeft de laars! Hij heeft de laars! Goed zo, radar! Hij is zo geweldig! Oh, wat schattig, hè, Klaas? En los, radar! Ja, en iemand moet die laars nog aan. Ja, baas. Geef de laars nou terug, radar. Goed, voordat we de dakredding uitvoeren wil ik nog even benadrukken dat iedereen achter het touw moet blijven. Veiligheid staat voorop in de Piekenpolderse brandweer. Zullen we nu gaan? Wil je dan geen hoofdcommandantje spelen? Nee. Ach, goed dan, bangerik. Oh, waarom gaan we de dakreddingsoefening niet vanaf de beste plek bekijken? Oh, dit voelt niet goed. Laten we teruggaan. Wat? En verliezen? Maar ik heb toch al door al gezegd dat die tiebeker zal gaan winnen, Mandy? Oh! Au! Ah! Au!
Wat is er? Au, mijn voet. Au, die doet pijn. Ik krijg het niet los. Ik moet om hulp roepen. Help! 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 Oh, dat klinkt als mijn Norbert. Het komt daar vandaan. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. De prijzen zijn top in Dimmetje Shop. Norbert, alles goed met je? Oh, het doet toch zo'n pijn, mam? Zijn jullie verdwaald? We zijn helemaal niet verdwaald. Maar als jullie niet verdwaald zijn, dan... Norbert Puk! Jij was toch niet... Je was toch niet aan het valspelen? Wel, mam... Ah, ik krijg die knoop niet los. En ik heb geen mobieltje. We moeten hulp halen. Oh, dat gaat weken duren. Niet met het humeur dat ik nu heb, Norbert. Kom op, Sam. Zet je beste beentje voor. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Klikspaan. Valspeler. En we kunnen ze nu elk moment zien binnenkomen. Daar zijn Elvis en Mark op de hielen gezeten door Sarah en Jaap. Of wat, Sam en Duwertje. Dit ziet eruit als een nek-aan-nek bedankt. Dit wordt een fotofinish. Maar wacht, wat is dit nou? Sam en Duwertje, de driebenige snelheidsduivel. Kijk, zes vlammen. Haha, het is een geluk. Wat een race. Oh, ah, fantastisch, Duwertje en Sam. De beker moet wachten, commandant. We hebben een noodgeval op de hei. Wat? Norbert heeft zijn enkel verstuikt. Oh, ik zal Tom wel zeggen dat hij er ook naartoe moet gaan. Oké, Norbert. Je gaat een tochtje maken. Oh, dank je, Sam. Dat is niet eerlijk. Norbert speelt vals en mag mee met de helikopter. Rustig maar. Spring er maar in, Mandy. Oh. Cool. Hey. Oh, wie heeft het licht uitgedaan? Zeg je dat? Ja, maar stop nou. Oké, alsjeblieft, Jaap. Jij mag weer. Oh, nou doet hij raar, Norbert. Jaap Jansen, wat stelt jij me teleur? Je moet voorzichtiger zijn met dat ding. Weet je wel wat er zou kunnen gebeuren? Sorry, hoofdcommandant Staal. Door jouw schuld is mijn broodje nu dus een grootje. Het spijt me echt. Genoeg, jongeman. Ik wil niet dat jij dit ding nog laat vliegen in Piekepolder. Zie je nou wat je gedaan hebt? Nou mag mijn vliegtuig niet meer vliegen. Maar hoofdcommandant Staal heeft alleen maar gezegd dat je niet mag vliegen in Piekepolder. Dus? Dus, zolang we buiten Piekepolder blijven, kunnen we overal vliegen waar we willen. Ik weet het niet. Ik snap je heus wel. Je durft gewoon niet meer te vliegen natuurlijk. Durf ik wel? Mooi. Dan gaan we naar de Piekepolderberg. Oh, Sam. Ik weet niet of ik dit wel kan, hoor. Ah, Crispijn. Aan het trainen zie ik. Uitstekend. Maar, Rustig maar, Elvis. Het komt goed. Ja. Je hoeft alleen maar je duim op te steken naar Tom. En je gaat omhoog. Wat? Zo dus? Kun je hem niet wat spannenders laten doen? Ik word helemaal duizelig. Ik vind dit juist leuk zo. Maar je kunt er coole stunts mee doen. Laat mij maar even. Hey! Let op. Oh, wat doe je nou? Dat was dus niet mijn bedoeling. Zo best. En mijn vliegtuig dan? Geen probleem hoor, we gaan hem er gewoon uithalen. Dat kan niet, Norbert. Die takken zijn veel te hoog. Niet als we die gebruiken. Kijk! Als we die blokken nu eens heel hoog opstapelen,
kunnen we misschien bij de onderste tak komen. Is dat wel veilig? Tuurlijk. Trouwens, hoe kunnen we anders je vliegtuig terugkrijgen? Dit is niet erg stevig. Ik kom je wel even helpen. Wat is het hier hoog? Oh, waarom luister ik toch altijd naar jou, Norbert? Oh, hey tijger. Wat doe jij nou hier? Ziezo. Goed, waar is een valletje? Haha, rustig maar, bolletje. Norbert komt eraan. Geen schaap te zien. Norbert! Maar ik hoor Diebertje. Norbert! Help! Mijn Norbert is verdwenen. Hij zal toch niet op zoek zijn naar Wolletje, hè? Oh, je weet hoe gek die op dat schaap is. Geen angst, Diebertje. Ik weet zeker dat Jenny en Elvis hem zullen vinden. Ik blijf hier. Oh, en ik hou je gezelschap. Oh, heel aardig, Klaas. Maar Norbert heeft me nodig. Ik wil met jullie mee. Oké, Diebertje. Maar dan moet je wel een reddingsvest aandoen. Jenny voor Sam. Ik heb je hulp nodig. Norbert Puck is het water opgegaan. Ik denk richting weilanden. Goed. Ik blijf dus hier. En kijk ook uit naar tijgers, Sam. Doe ik, Brenda. Komt goed. Oké. Iedereen aan boord. Aan de kant, tijger. Straks zijn we allemaal weer veilig thuis. Zo, allemaal stilzitten, hè? Help! Help! Oh, bolletje, kom terug! Jongen, overboord! Zullen we het ergens anders gaan proberen, Sam? Niet nodig. Kijk, daar beneden. Sam voor Jenny. Norbert zit in Breukersveld. Hij is in het water. Ga er snel heen. Doe ik, Sam. Mam! 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 Oh, mijn schattenboutje toch. Zo, je bent er veilig, Norbert. Waar is Wolletje? Oh, fijn. Kijk daar! Het spookt hier, zie je nou wel? Met die voet en Norbert Puck, ik had het kunnen weten. Ik deed niks. Zij was het. Het was maar voor de lol. Voor jullie was het misschien voor de lol, maar Diewetje hier was doodsbang. Dat was ik zeker. En mijn hart ging van rikken tikken tikken tik. Het spijt me. We waren aan het oefenen voor Halloween vanavond. Komen jullie ook? Nee, dank je, Mandy. Ik hou niet van Halloween. Ik vind het doodeng. Daar gaat het nou juist om, mam. Ik ben er wel. Om toezicht te houden, natuurlijk. Mooi. We hebben een verlichte pompoen, lekker eten en pap maakt een kampvuur. Ja, en ik word de winnaar van de bangmaakwedstrijd. Wacht jij maar eens af. Zou het goed zijn als ik deze zaklamp en visstraat leen? Vast wel. Wat ga je ermee doen? Dat is voor mij lekker een weet en voor jou een vraag. Goed. Deze tijd van het jaar stoken mensen weer vuurtjes in hun tuin. Bedoelt u dat mensen expres vuurtjes stoken, baas? Dat bedoel ik, Crispijn. Dorp Laren, hout. Bijvoorbeeld Mark Voet heeft vanavond een kampvuur op zijn Halloweenfeestje. Ja. Yeah. Oh ja. Ik ga ook. Ik heb een Halloweenmasker.
Volgens mij houdt u niet zo van verkleden, hè? Ik? Oh, nee, daar ook helemaal niet van. Ik ga alleen omdat ik gevraagd word. Concentreer je op je werk, Crispijn. Doof dat vuur, nu. Sorry. Waar moet ik de pompoenlantaarn neerzetten, mam? Op de tafel bij het raam. Moet je kijken, Norbert. Mam heeft een gezicht gemaakt. Norbert? Ik ben het spook van Piekenbolder. Ik wist dat jij het was. Ik was het niet. Het spook zit achter het gordijn. Kijk, zie je het niet bewegen? Dat doe jij met dat visdraad. Denk maar niet dat jij gaat winnen, Norbert. Ik zou het maar opgeven. Opgeven? Ik ben nog maar net begonnen. Een ongeluk op zee? Oh, de familie Jansen. En het is de familie Jansen weer. Ze zitten vast op de boot van Karel. Aan de slag, Jenny. Ik denk dat je hier niet fit genoeg voor bent, hoor, Jenny. Zal ik in plaats van haar gaan, baas? Sorry, Crispijn, maar Jenny is hier de expert. Ze moet met Neptunus gaan. Luister, alleen nog dit ene doodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar. Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jenny. Je kunt het. Je kunt het. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant? Ah! Oh, nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Daar staat hij. Oh, en niemand bewaakt hem. Ik zei toch dat jongens betere piraten zijn? Kom, Jaap, we gaan de schat plunderen. Voelt zwaarder. Laten we het naar de sloep gaan brengen. Heel goed idee, Mandy. Ja, wat zullen die op hun neus kijken als ze de piratenpicknick zien? Kapitein Sarah? Weet je zeker dat we alleen weg mochten, kapitein? Arr, de zee is kalm en de meiden krijgen ons hier nooit te pakken. Dit is nou wat echte piraten doen. Weet je, ik ben bek af. Ik ook. Dus ik ga nu lekker een piratendutje doen. Arr.
Zo, naar huis. Ja, hop, hop. Hallo, commandant. Een nieuwe vriend? Nee, Sam. Een lastpost. Hij denkt dat hij de brandweerkat is, Sam. Kom op, tijger. Ik breng je naar huis. Oh, tijger, nee! Radar doet niks. Oh, nee. Goed gedaan, Crispijn. Ik pak hem wel, baas. Poes, 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 poes. Als we hem willen lokken, hebben we eten nodig, commandant. Heel scherp, Sam. Ja, iets van vis. Absoluut, zeg. Maar ik heb nog niks kunnen kopen. En de koelkast is leeg. Heeft u niet iets vissigs, commandant? Ja. Ik heb alleen nog mijn broodje tonijn, denk ik. Ah, tijd voor de picknick. Wat? Stenen! Mabbert, waar geworden? Wat? Geen wonder dat iemand zo zwaar was. Die rotmuiden hebben de stenen ingedaan. Hou toch op over die picknick. Waar zijn we nou? We zijn kilometers weggedreven toen we sliepen. Wat moeten we doen? Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je bosjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis. Draai de kraan open. Sam, kijk! Er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden, terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Zo, onder controle. Mag ik even kijken of er misschien nog worstjes over zijn? Of garnalen, brandweerman Sam? Sorry, Norbert. Gasflessen kunnen nog heel lang heet blijven. Het is daar voorlopig nog niet echt veilig. Oh, dan moet ik de rest van mijn worstjes maar mee naar huis nemen. En ik moet al mijn garnalen mee naar huis nemen. Maar ik heb zo'n honger. Ik heb niet eens wat geroken van die worstjes of die garnalen. Zet de volgende keer de barbecue niet zo dicht onder de boom. En misschien ook ietsje minder houtskool. Oh. Je hebt gelijk, Sam. Ja, het is ook mijn fout, Klaas. Ik heb me een beetje laten gaan. Nu proeft niemand mijn lekkere worstjes. En mijn garnalen ook niet. Wacht eens even. Dat olievat brengt me op een idee. Alsjeblieft, een barbecue. Perfect voor worstjes en garnalen. Maar die moeten jullie wel samen gebruiken. Geen probleem. Bedankt, brandweerman Sam. Norbert! Rustig maar. Het is tijd om het zeil te hijsen. Oh, niet doen. We slaan op. Oh. Ach wel, nee. Kijk, daar is het zeil al. Ik zei toch dat ik goed was? Oh, we slaan om. We slaan om, Norbert. Rustig nou. Als ik wat roei, gaat het beter. Kijk nou wat je gedaan hebt, mam. Oh, Norbert. Vaart terug. Dit is niet leuk meer. Ik word zeeziek. Ik snap er niks van. Waarom vliegt hij niet? Er is wind genoeg.
Zullen we u helpen, commandant Staal? Mij? Nee, ik hoef geen hulp. Nee, ik probeer te vliegen, hè, om te zien wat hij kan. Zal ik even? Wel, heb ik ooit. We gaan veel te ver. De zee is te ruw. Ga terug, Norbert. Straks gaat het stormen. Zo ruw is het niet, mam. Doe toch rustig. Oh, je vaart maar in een rondje, Norbert. Ja, maar dat komt omdat ik maar één roeispaan heb. Oh, ik voel me echt niet goed. Ik zou toch maar om hulp bellen, mam. Bellen? Oh, dat gaat niet. Ik heb geen mobieltje. Ga zwaaien. Help! Help! Rustig maar, ik ben al onderweg. Ik kan hem laten zweven als een zeemeel. Kijk. Ja, prachtig. Maar nu wil ik gewoon zelf weer, hoor. Maar ik ben nog niet geweest. Het is mijn vlieger. Ik bedoel de vlieger van mijn neefje. Geef hem nu maar terug, wil je, Manny? Oeps. Hij zit vast. Dat is geen probleem. Dat kan iedereen gebeuren, toch? Het komt omdat ik hem zo hoog liet vliegen, snap je? De ladder is stuk. Oh, maar hoe kom ik dan weer naar beneden? Ik ga mijn moeder wel om hulp vragen. Oh, Norbert Puck zit vast in de oude put. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Dank je, mam. We zijn er bijna. Daar is Sam. Hij is er. Haal hem eruit, Sam. Oh, alsjeblieft. Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okidoo, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Oh, nou heb ik al het geld laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puck. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Kom maar, mevrouwtje Tomaatje. Dan kunt u nog even uitrusten voordat we naar de familie Voet gaan. Oh, is te veel zon hier. Maar misschien staat u dan liever op de... Ik ben er weer. Ik
Ik kom boven om het water op te zetten. Oh, nee, wacht. Nog niet boven komen, Sam. Oh, hij mag mevrouwtje Tomaatje nog niet zien. Oh, nee, het aanrecht is veel te smal. Oh, nee. Is er wat, Elvis? Nee, alles oké. Okay. Ik heb trek. Zijn er nog koekjes? Ja, volgens mij staat de koektrommel beneden in kantoor. Nee, ik ga wel even kijken. Oh. Mevrouwtje Tomaatje, wat moet ik nou toch met u doen? Huh? Oh, dat brengt me op een idee. Wat moet dat nou voorstellen, mam? Het moet niks voorstellen, Norbert. Het is kunst, bloemenkunst. Oh, is dat jouw bijdrage voor de bloemenshow, Elvis? Heel modern, vind ik wel. Nee, dit is de tomatenplant van commandant Staal. Tenminste, dat was het. Waar zijn de tomaten dan gebleven? Die zijn er afgevallen toen hij uit mijn handen gleed. Ik krijg er allemaal land, zeker weten. Maak je toch niet druk, Elvis. Ik heb veel meer trammeland gehad dan jij. Ik weet wat je moet gaan doen. En ben ik geniaal of ben ik geniaal? Maar je kan zien waar de tomaten vastgeplakt zitten. Geen punt. Als je hem maar achter iets groots en afschuwelijks verstopt. En ik weet precies waar achter. Ik zit vast. Het komt van de rotsen. Kom op. Help. Hierboven. Oh, het is Jenny. Oh, gelukkig dat jij bent. Ik zit vast. Dan moet iemand snel hulp gaan halen. Wacht eens even. Wat heb je daar in je hand? Oh, dat is een fakkel. Wat? Maar dat is geen speelgoed, hoor. Ik heb hem gevonden. Ik wilde hem net aan brandweerman Sam geven. Goed zo. Maar nu kan ik hem heel goed gebruiken. Mandy, kun je hem hierheen gooien? Ik? Oh, goed dan. Goed gegooid, Mandy. Wow! Wel alle apenootjes. Waar is nou toch die fakkel? Oh, die komt van de rots. Ik bel meteen brandweerman Sam. Oeh, een noodfakkel vanaf de rotswand. Tom heeft een noodfakkel gezien, Sam. Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam! Het is Jenny! Ze zit vast op de rots! Je moet haar helpen! Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Oh. Oh, Mark voet bungelt aan zijn dak. Ja.
Man hangt aan dak voor huis voet. Crispijn, jij blijft hier en bemant de centrale. Met jou in tractie kom ik in actie. Ik neem Venus, volg mij. Goed, commandant. Uw helm, commandant. Oh, ja, 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 natuurlijk, ja. Oh, wat heb ik je nou gezegd over binnen voetballen? Maar mam... Je hebt alle knollen gekneusd en je hebt ook nog de pultjes geplet. Ga maar in het park spelen. Oké, mam. Schiet op. Ik weet niet hoe lang hij het nog volhoudt. Ah, geen reden tot paniek, dames. De redding is nabij. Ik heb jaren ervaring met dit soort dingen. Klaar en beschikbaar, dat is mijn motto. Moeten we niet beginnen met hem naar beneden te halen, baas? Wat? Vanzelfsprekend, zeg. Klaar om de land eruit te schuiven, mannen? Moeten we Jupiter niet stabiliseren, commandant? Hm? Doe je? Ja, ja, stabiliseer maar. Oh, flapzak! Wat? Nee! Mijn hoofd zit vast! Help! Help! Iemand! Is er iemand? Help! Tik je naar rechts! Tik je naar links! Toch naar rechts! Zal ik je komen helpen, Sam? Het gaat uitstekend. Dank u wel, commandant. Geen paniek hoor, Mark. Je bent beneden voor je lammetjes, pap kunt zeggen. Dat doet me trouwens denken aan die keer dat een schaap vast zat aan de torenspits van de kerk. Ja. Yeah. Oh, genoeg opwinding. We gaan weer aan het werk. Ja. Nu wordt het tijd voor al mijn kleine klusjes. Help! Ik zit vast. Oh, weer iemand in de problemen. Help! Mam! Mijn voeten zitten vast. Oh, nee! Wat heb je nou weer uitgehaald? Dat is het sneldrogende cement. In een paar minuten is het uitgehard. Geen paniek, Norbert. Ik help je wel. Norbert Puck! Wat moet ik nou toch met jou? Sorry, mam. Ik vraag alleen maar een klein beetje rust en stilte. Dat klinkt als een rookalarm. En dat klonk als een bus die ontploft is. Oh, mijn winkel! Ik ga de brandweer bellen! Diewertje, stop. Je mag nooit een brandend gebouw binnengaan. Rustig, Sam. Ik ga naar huis en ik bel van daarop. Het is sneller als ik naar de kazerne ren en hulp haal. Rennen, Sam! Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw! Oh, ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Nou ja, zeg. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Ah, werk aan de winkel. Eindelijk. Ik heb nog geen opdracht gegeven. Oh, dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, zo.